Kijken hoe Emmen zich houdt. 3 weken lang heeft de ploeg niet in competitieverband gespeeld. Zo, wat een fout van Sanis, de verdediger van Ajax. Eerste minuut wedstrijd. Het is meteen raak. 1-0, Rick ten Voorde. 6e goal in de competitie van de aanvaller van Emmen. Die de voorkeur in de punt van de aanval krijgt boven Manic Kolder. Gepruts van Sanis. Een balletje breed, dat mag natuurlijk niet. Opgevangen door ten Voorde. En van ver schiet hij de 1-0 achter Groothuizen. Bakker. De loopactie is er. Bij Dankelui. Dit is Muric. Dankelui Willem. Hendricks draait goed weg. Hendricks. En de goede reactie van Telgenkamp. Kans voor Ajax. Opnieuw Ajax. Muric. Sanis met de voorzet. Weggewerkt half door Sijp. Afgelegd door Akolats. En daar is de gelijkmaker. Danny Bakker. En eigenlijk ook wel verdiend ook. Want jong Ajax dat combineert aardig aan de Meerdijk. In de openingsfase. Sijp. Verlengt de bal. Akolats behoudt het overzicht. En Bakker met de gelijkmaker. 1-1. Jallo. Richting wie? Goed van Dul. Komt goed voor de man, Boydul. Jesse en dan zo. Ja, het is ook een goede aanval. 18e minuut wedstrijd, 2-1. En weer geeft Ajax de bal weg. Al moet gezegd dat Dul goed voor zijn man komt. Behoudt ook het overzicht, Jesse ook. En dan zo kan hem binnenlopen, 2-1. Muric stuurt Hendricks weg. Krijgen we daar de gelijkmaker? Ja, 2-2. Nog geen half uur onderweg en al 4 doelpunten gezien. En een paar prachtige goals. Dit is ook goed afgemaakt door Hendricks. De goede diepe bal. En het steekpaasje van Muric. En dit doet Hendricks goed. Dul. Weer goed opgelet van hem. Dul. Zo. Dul is snel. Ten Voorde kiest positie. Dul naar binnen trekken. Dul en Groothuizen. Goeie actie van Boydul. We zitten inmiddels in de tweede helft. Danzo komt in balbezit namens Emmen. Mannes Willem krijgt hem ook. Mannes inspelen op Ten Voorde. Mannes draait om Zaas heen. Goeie loopactie van Dul. En daar is hij. Ha! Fantastische goal. De mooiste van de avond. 50e minuut wedstrijd. 3-2. Boydul. Het inspelen is er van Mannes. Die moet eerst nog even om zijn as heen draaien. Omdat de bal niet goed is van Ten Voorde. Ziet Dul diep gaan. En dit maakt hij heel behendig af. Ten Voorde wint het luchtduel niet. Mannes daarentegen wel. Dul. Goed van Jesse. Jesse. Ten Voorde. Ten Voorde schiet. Groothuizen half. En Jesse. Met zijn tweede van het seizoen. De 4-2. En ik denk dat het nu gelopen is. Jesse zet zelf de aanval op. Ten Voorde schiet. Groothuizen moet hem eigenlijk klem hebben. En Jesse profiteert optimaal van de fout van de doelman van jong Ajax. De vraag is, kan Ajax, het Ajax van Jaap Stam nog terugkomen in de wedstrijd? Is dit een strafschop? Ik denk van niet. Nee, dit is geen strafschop. Van Delen en Akolatse. En ik denk dat de scheidsrechter Steven van der Vrande gelijk heeft. Ja, dan speel je mooi mee. Doe je het met name in de eerste helft goed. Geef je dom de goals weg. Ja, dat is eigenlijk het verhaal van jonge Ajax vanavond. Het krijgt mogelijkheden genoeg. Sanis en de redding van Telgenkamp. Want Emmen speelt slordig. Maar Emmen gaat wel winnen van dit jonge Ajax. Want we zitten inmiddels in de slotfase. Dul. De aanname is goed, Boydul. Dul en de redding van Groothuizen. En zo wint Emmen met 4-2 van jong Ajax en maakte hij een fantastische goal, Boydul.